Lieve vrienden en volgers, jullie zien het. We gaan barbecuen vandaag. Maar we hebben de barbecue gewoon op de vertrouwde plaats in de keuken staan. Dus dat je niet denkt dat we buiten aan de gang zijn. Maar het is zulk lekker weer dat het misschien wel even een heel fijn idee is om iets lekkers te maken met de barbecue. We gaan gambaatjes met tomatensalsa en ook mais van de barbecue maken. Nou, dat wordt ongetwijfeld smullen. We gaan jullie even de ingrediënten laten zien. Wat we nodig hebben zijn gamba's. U ziet er nu 3 liggen, want ik heb er al een aantal voorbereid. Reken op 5 gamba's per persoon. Dit zijn wilde gamba's. Dat maakt wel heel veel verschil met gekweekte zoetwatergamba's. Deze komen uit Argentinië. Gamba's zijn in principe altijd diepgevroren. Ze worden niet hier vervangen. Na het diepvriezen rustig ontdooien, even in je koelkast ruim van tevoren. En die gaan we straks pellen. Dan gaan we daar een tomatensalsa bij maken. Daar hebben we bij nodig. Limoen, koriander. Echt mooie, stevige, maar wel rijpe en smaakvolle tomaten. Stiekem een klein beetje ketchup. Een stukje gember van ongeveer 10 gram. 2 knoflookteentjes, een rood pepertje en wat rode ui. Dan gaan we mais op de barbecue doen. Dat doen we met 3 maiskolfjes. We zijn met 4 mensen vandaag aan het eten. Dus ja, als je heel erg van mais houdt, kun je ook een heel kolfje doen. Dat gaan we met boter en tijm en een beetje grof zeezout inpakken in aluminiumfolie. En dat gaan we straks op de barbecue doen. Nou, aan de gang. We gaan als eerste de mais verpakken. We pakken wat aluminiumfolie. We leggen de maiskolfjes daar gewoon op. Dan gaan we wat boter daarop leggen. Wees niet te zuinig met boter, het mag best een beetje rijk smaken. Mais is een lekkere zoete groente. We pakken een beetje zeezout, dus het mag er ook best een beetje ruim overheen. Een beetje lekker tijm. Zo. Inpakken. En dan gaan we mee naar de rand van de barbecue. Dit is een mooie wilde Argentijnse gamba. U ziet dat dit zijn geen zielige jongens. Je kunt ze overigens heel mooi ook met panzer op de barbecue grillen. Maar we gaan vanavond ietsje luxer. Dus we gaan de gamba pellen. We halen de kop eraf. En dan kun je, als je aan de achterkant kijkt, die segmentjes. Dat moet je wel met de nodige voorzichtigheid doen, maar dat gaat op zich best goed. Het is eigenlijk gewoon een grote garnaal. Ga je die gewoon pellen. En dan is de kunst een beetje om het laatste segmentje eraan te laten zitten. Dan snij je een heel klein stukje in aan de achterkant. En dan pak je zo met een klein scherp mesje in één keer het darmpje eruit. We gaan er nog eentje voor doen. Aan de onderkant, als het ware, gewoon een soort splitsen eigenlijk. Pak je weer het mesje een klein sneetje in de rug en dan trek je zo in één keer het darmpje eruit. Van de tomaten verwijderen we even de steel aanzet. Nou, u ziet, we hebben de knoflookjes even in tweeën gesneden. We hebben het pepertje eventjes over de lengte in tweeën gesneden. De vraag is altijd, hoe heet wil je het hebben? Als je de zaadjes meedoet, dan wordt die echt lekker pittig. En als je de zaadjes eruit laat, dan krijg je mooi wel die smaak van peper. Ik weet eigenlijk niet, als ik het gezelschap vanavond een beetje bekijk, dan denk ik dat we met de peper misschien een klein beetje rustig aan moeten.
Dus we gaan de zaadjes een klein beetje verwijderen. Het is niet erg als er een klein beetje in blijft zitten. Dat, zo. Zo. Rode peper. Eerst in plakjes en vervolgens in kleine reepjes. En dan draaien we het geheel bij. De gember. De uitjes. Gewoon in kwart ringetjes snijden. Eén keer doorsnijden. Probeer zo mooi dun te snijden. Hoe dunner eigenlijk wel, hoe lekkerder. Zo, een beetje koriander. En daar ben ik, moet ik je eerlijk zeggen, dol op koriander. Dus ik ben er nooit te zuinig mee. Er zijn ook mensen die het niet zo lekker vinden. Het fijne van koriander is alles meesnijden, ook de steeltjes, gewoon alles erop en eraan. Dan hebben we de limoentjes. Om te knijpen. Met limoensap. Over de salsa. We hebben altijd nog een laatste trucje. Twee lepeltjes ketchup. Beetje zout. Een beetje peper uit de molen. En dan hebben we onze tomatensalsa. Zo, de mais die ligt er nu een half uurtje op. We hebben heel even gekeken tussendoor. 20 minuutjes was net niet voldoende. Ja, dit soort pakketjes, als je dat openmaakt, de geur die daar vanaf komt. Ja, prachtig. Maisjes, prachtig mooi gaar. Je ziet de tijmblaadjes. Oh, dat ruikt heerlijk boterachtig, lekker rijk. Ik pak ze gauw weer in. Dan blijven ze lekker warm. En dan kunnen ze straks zo op het gerechtje. En dan, ja, het blijft een terugkerende aangelegenheid. En daarom blijft het ook zo leuk. De wijnmaker van de week, nou ja, de wijnvrouw van de week, Ketty Moerdijk, gaat jullie vertellen wat we gaan drinken bij gamba's met salsa van tomaat. En ze heeft een ja, echt ook wel een vrolijke wijn uitgezocht. Barbecue vind ik een vrolijk seizoen. Dus daar moet vrolijke wijn bij gedronken worden. En dat wordt gepresenteerd door een vrolijke vrouw. Hier is zij, als iedere week, Ketty Moerdijk. Ik had bijna mijn bloemetjesjurk aangetrokken. Nou, we zoeken het dit keer inderdaad in een licht gekleurde rosé. Hij doet een beetje denken aan Provence, want als we dan toch vrolijk aan een gerecht gaan met gamba's en met tomaat en met wat pepertjes en koriander en wat zat er niet allemaal nog meer in, dan denk je eigenlijk al direct aan een
rosé. En dan met name een Provence-styled rosé. Want dat hoeft niet per definitie uit Provence te komen. Dat mag best uit een ander gebied. En dat wordt hem dan dus ook. Dit wordt Domaine de Larmin. Het is een wijn die komt uit de buurt van Montpellier. Het is van Emmanuel Biscaye. En hij heeft het ooit geërfd. En dat deed hij tijdens zijn studie. En toen dacht hij, ja, als jonge student wil je natuurlijk alles anders. Dat wil zeggen dat hij het allemaal is aangepast op het gebied van vinificatie en productiemethodes, etc. Hij wilde alles anders. Zo gaat het tenslotte met de jeugd. Deze Domaine de Larmin is een Syrah. Nou, Syrah dat kennen we allemaal uit de Rhône. Daar kun je een hele elegante vorm vinden met een klein wit pepertje en heel veel verfijning. Maar je vindt hem ook op een flink aantal plaatsen in de rest van de wereld. Maar hier is hij eigenlijk wonderlijk. Syrah is behoorlijk krachtig. In zijn fruit een beetje dat frambozen en kersen, maar niet te fruiten, want anders kun je het allemaal niet combineren met tomaat. Tomaat is altijd wel een dingetje met wijn. Maar deze wijn gaat dat fantastisch weerstaan. Ook dat pepertje, dat korianderachtige, dat een beetje bijtende uit dat gerecht, dat pakt hij helemaal op. En dan lekker die wilde gamba's, dat kleine zoetje, dat gaat het helemaal doen. Hij heeft ook een schroeftop, dat vinden we allemaal heel leuk. Niet iedereen is zo sterk dat hij met zijn echte, wat zal ik zeggen, opener dit allemaal open kan krijgen. Dus een schroeftop is reuze handig en je kunt hem ook heel makkelijk afsluiten. Maar ik ga hem lekker inschenken, want we gaan straks even verder met het proeven van de wijn. Zo, nou hier liggen de gamba's. Dit had ik nog niet verteld. We hebben gewoon een klein beetje olie even met een geperst steentje knoflook lauw gemaakt. Eventjes laten trekken. Dat geeft met die gamba's altijd wel een heel erg lekker aroma. En we strijken ze even dunnetjes in. Als je omdraait, dan pak je eigenlijk meteen de olie al mee voor de andere kant. En dan gaan we grillen. We hebben een best wel hete barbecue nodig. Dit is niet iets wat we slow cooking willen doen. We willen dat die gamba mooi glazig blijft van binnen en aan de buitenkant een mooi grillrandje en smaakje krijgt. Zo. Je ziet de barbecue best wel pittig heet is. We zetten de bovenklep open en we laten hem even vol aan de bak gaan. Kijk eens hoe mooi dat gaat. Wow. Zachtjes sissen. Dat wordt heel erg lekker. Zo, dit zijn onze goudgele maaien. Even met een zaagje. Als jij dan was, was dat maar. Zo, nou, dat is één geluksvogel. De salsa die schep ik even met een schuimspaantje zoals je ziet. Om te voorkomen dat al het vocht op je bord terecht komt. Overigens, dat vocht zou je best in een glaasje kunnen doen. Een klein scheutje vodka erbij en dan heb je het perfecte anti-kater medicijn. Dit zijn geen dingen van een klein beetje, dit zijn dingen van lekker ruim en veel. Zo, dan gaan we eens even kijken hoe ver de gamba's zijn. Je ziet dat zo'n grote pincet, dat dat wel heel fraai is als je... Het is bijna, je zou moeten kunnen beschrijven hoe dit ruikt. Maar dit ruikt zo heerlijk rijk. En zo heerlijk naar schaaldieren. Zo, nou nog één minuutje en dan gaan we aan tafel. Jongens, wat een feest. En dan straks dat heerlijke glaasje rosé van mevrouw Moerder, hè? Nou. Et voilà!
Zo, nou, dit zijn de gambaatjes met tomatensalsa. Ik ben helemaal in de stemming gekomen. We gaan aan tafel en we vieren een klein feestje vandaag. Salsa. Oh, wat een service vanavond. Oh, dat ik dat allemaal nog mee mag maken. Nou, dat gebeurt niet elke dag. Zo, mevrouw Moerdijk toch. Nou, u maakt het extra feestelijk vanavond. We maken het extra feestelijk vanavond. Hé, ik hoorde jou in de keuken net iets zeggen over modern gemaakt. Ja. Even in twee tellen. Ligt dat eens toe? Mompelend zei ik al van... wat zei ik nou? Dat hij geleerde moderne technieken toepast. Ja. Nou, wat voor moderne technieken was dat? Nou, wat hij onder andere doet is dat hij het vroeg in de ochtend oogst. Dat hij het even kort de schilletjes laat inweken. Dus de maceration pellicule krijgt hij extra veel smaak erin. Ja, dan laat hij het nog 4 maanden rijpen op tank. En dan heeft hij het voor elkaar. Want dan heeft hij een wijn die echt wel heel erg prettig in balans is. Evenwichtig wijn. Nou hou ik niet van rosé, dat weet je. Ja. Ik hou echt niet van rosé. Nee. Maar goed, ik vind jouw Dona Maria heel lekker. Ja. Maar dit, en het is nog een keer hartstikke betaalbaar ook. Ik vind dit is echt lekker. En dan kun je heerlijk als je op een terrasje zit of bij een barbecue. Maar ook gewoon s'avonds aan tafel, een glas bij de tv. Verrukkelijk. Het flesje is leeg voordat je het weet. Nou ja, het flesje gaat altijd wel leeg. Ja, het kost weinig moeite. Dat moet hij. Cheers. Cheers jongens. Genieten van de gambas. En met die tomaat doet hij het ook helemaal geweldig. En dat maïskolfje. Tot volgende week. Cheers.